Yo beste kijkers van Martje17NL, vandaag weer een gloednieuwe video. En vandaag is het die Martje hier natuurlijk op het kanaal, maar is het Gold Eagle, oftewel de meeste mensen noemen we ook wel Gold van het kanaal natuurlijk, de Gold Eagle Channel. En zoals jullie natuurlijk nu zoiets hebben van, hey Gold Eagle, wat doe jij hier op het kanaal? Nou ja, Martje die vroeg mij of ik een videootje wou uploaden voor haar en toen had ik zoiets van, dat kan ik natuurlijk wel doen. En toen zei ik wat ik wou gaan opnemen. Nou ja, dat was een videootje op mijn eigen servertje. Een kleine community server waar wij op dit moment één game mode in beta hebben, Skyfun. En toen had ze zoiets van, hey ja, dat is wel leuk, dus laten we dat gewoon gaan doen. Dus toen dacht ik zoiets van, hey, weet je wat, dan ga ik mooi vandaag een videootje opnemen voor natuurlijk Martje. En vandaag is het dus de game mode Skyfun. Het is een game gebaseerd op Skyblock. Maar er zitten heel veel factions elementen in. Denk eraan bijvoorbeeld aan dat je op een gegeven moment King of the Hill hebt. Je hebt op een gegeven moment Duels. En er komen nog veel meer hele gave vette dingen aan. En ik ga jullie gewoon eventjes een kleine rondleiding geven. Wij gaan namelijk gewoon even naar onze eiland toe. Gewoon slash is. En dan gaan wij eiland teleporteren. Zo, kijk. Nou, ik ben nu op een hele mooie eiland. En ja, wat denken jullie nu allemaal van? Hey, wat moet je allemaal doen in deze game mode? Nou, het is heel makkelijk. Je kunt gewoon kiezen om gewoon normaal Skyblock te spelen. Zo, kijk op. Dat is gewoon minen. En dat is het. Hele vette oorstroos die je eruit krijgt. Tadaa. Zo, die vloog trouwens vrij weg. Maar, dat is niet het enigste hele toffe aan deze hele Skyblock. Want in deze Skyblock kun je heel veel gave dingen doen. Want, we gaan even naar Is. Doe. Nou, dan heb je hier een Island level natuurlijk. Nou, daar klik je op. Nou, zo, dan gaan we even rekenen. Nou, dit was mijn oude Island level. Nu wil ik mijn nieuwe eiland level hebben. Nou, dan doen we even rescannen. Oh, dan moeten we even nog 60 seconden wachten. Oh, dat was mijn fout trouwens. Oepsie, foutje. Maar ja, hij was dus nog nooit ingescand. Dat wist ik helemaal niet. Nou, je hebt heel veel eilandsettingen voor de bezoekers, voor members, voor operators. Voor als je met een andere eiland gaat samenwerken en gewoon je eigen eilandsettings. Het leuke van deze Skyblock mode is natuurlijk, je kunt heel veel dingen zelf instellen. Kijk, wil jij bijvoorbeeld dat de leaves wel of niet vallen? Wil je fire spread aan uit? Wil je explosies aan uit? Wil je PvP aan uit? Wil je mob creeping aan uit? Of wil je natural mob spawning aan of uit? Nou, super awesome toch? Nou, dan hebben we hier nog wat co-op settings. Wat mensen wel en niet kunnen. Dus dat is bijvoorbeeld een dragon eye usen. Blokken destroyen van alles en nog wat zoals jullie kunnen zien. Nou, dat is echt super vet. Maar dat is natuurlijk niet het enigste. We hebben natuurlijk ook heel veel andere settings. Denk eraan bijvoorbeeld aan de border. Die kunnen wij veranderen van kleur. Ik heb hem op dit moment uitstaan. Maar wil ik een border kleurtje? Nou, dan zet ik bijvoorbeeld op green. En dan als het goed is, kunnen wij even kijken waar de border is. Is hij er al of is jij er nog niet? Volgens mij is de border... Oh, heb ik die nog uitstaan? Dat kan natuurlijk ook. Even kijken. Toggle border. Kijk, zo. Dan kun je kiezen tussen blauw, groen en tussen rood. En je kunt hem natuurlijk ook uitzetten zoals wat ik heb. Echt super awesome. Je kunt je eiland upgraden, slash upgrade. Nou, dan gaan we eens even kijken wat we kunnen upgraden. Nou, onder andere speed boots, jump boots, quap grout. Dus hoe snel alle planten groeien. Je kunt zelfs fly unlocken, loot drops kun je unlocken. Border sites, dus dat jij een grotere border krijgt. En dat jouw spawners gaan boosten. Daarbij hebben wij op dit moment drie dimensies. De normale dimensie, we hebben de Endworld. En we hebben natuurlijk de Netherworld. En in elke wereld spannen er andere mobs en andere moeilijkheidsgraden. En bijvoorbeeld in de Nether spannen natuurlijk heel veel... Nou, wat gaan het worden? Blazes, Endermans en van alles nog wat gaat daar spannen. En in de andere wereld weer allemaal andere mobs. Echt super awesome. Nou ja, dit is nu even een beta eilandje. Daarom is hij al zo groot. Want over 2 maanden is de beta weg. En dan komt er weer een nieuw eiland. Een nieuwere versie. Alles geüpdate. En wordt alles gereset. Nou ja, wat kunnen wij vandaag gaan doen? Wij kunnen vandaag eventueel wel heel eventjes gaan minen. Want ja, zoals jullie daarachter zo zien. De boompjes die moeten nog groeien. En dat kan wel eventjes duren. Dus wij gaan gewoon lekker eventjes minen. En dan gaan we gewoon vanzelf even kijken joh, wat we allemaal wel uit tegen gaan komen. We kunnen eventueel, daar ben ik ook wel even aan het denken. We kunnen wel eventjes de ovens gaan gebruiken, denk ik. Even kijken hoor, wat kunnen we allemaal doen? Want ik heb hier al deze kisten. Ik heb hier heel veel ovens en volgens mij, maar dat weet ik dus niet 100% zeker. Had ik hieronder nu ook nog kisten? Nee, daaronder heb ik dus geen kisten blijkbaar. Oké. Huh, waar is mijn setje gebleven dan?
Ah ja, hier zijn de twee setjes gebleven. De Alpha kleding, echt super awesome. Het is een soort geel zich. En we hebben hier een blauwe setje op dit moment. Echt super awesome kleuren. Tenminste, ik vind ze super awesome. We hebben hier wat hout en ik ben aan het denken om mijn huisje gewoon al te gaan uitbreiden. Of wat ik kan gaan doen, en dat is op zich ook wel handig, dat is gewoon eventjes hier zo de eerste lagen gaan weghakken van mijn eiland. Zodat ik daarna vervolgens een vlakker eiland kan gaan maken. Op zich is dat ook wel tof. En wat ik dan ga doen is deze zo, dit huisje, laat ik wel denk ik op de top staan. Maar dat weet ik nog niet 100% zeker. Want ik kan dan natuurlijk ook voor kiezen om dat natuurlijk ook weg te gaan halen. Maar dan moet ik heel eventjes gaan kijken hoe en wat ik dat allemaal ga doen. Maar in ieder geval, wat ik dus van plan ben is om dit eigenlijk allemaal eventjes weg te gaan hakken. En dan kunnen wij hier dadelijk weer iets moois van gaan maken. Want er zijn eilanden die zijn al super ver. En dat kan ik jullie wel eventjes laten zien. We kunnen wel even iets gaan visiten. Visit. En dan kunnen wij bijvoorbeeld gaan kijken bij Mr. T-Boy. Wat heeft Mr. T-Boy al gemaakt? Heel erg wijd. Ik hoor wel ergens een hondje. Maar dit is het eiland van Mr. T-Boy. Nou, dat is niet het grootste eiland. We gaan heel even naar een groot eiland toe. En dat is die natuurlijk van Dragon for Eagle. En dit is het eilandje van Dragon for Eagle. Echt super awesome, super groot zoals jullie kunnen zien. Zo, een heel groot project hierboven al gemaakt. Ik weet niet wat dit is. Gewoon een normale beacon. En dan zou dit wel een wereld zijn. En daarboven zou wel weer een andere wereld zijn. Zou hieronder ook alweer iets zitten? Dat durf ik eigenlijk helemaal niet te zeggen. Maar ik vind het echt super awesome gemaakt. Ook super cute hier met al die boompjes en zo. Daar hou ik wel van. En natuurlijk die boompjes, het gras en alles. Dat levert natuurlijk ook weer punten op. En dat is natuurlijk ook wel heel slim. Ik weet dat hier een lift zat. Dus we kunnen even de lift gaan gebruiken. Moet er nog iets omhoog? Nog verder omhoog? Oké, dus dit is... Oh joh, dit is gewoon een en ander een heel groot graslandschap geworden. En wat is daarachter dan? Oh, dat is gewoon nog steen. Oké. Ik heb wel een probleem. Ik heb geen voedsel meer. Oeps. Oh, wacht. Ik kan natuurlijk wel even een reward doen. Even dit even claimen. Wat rewards dan? En dan doen we even deze claimen. Zo. Oké. En dan doen we even de andere ook meteen claimen. Want dan hebben we weer even wat eten volgens mij. Ja, krijgen we golden apples zelf. Oh, lekker joh. Golden apples. Gewoon de normale appeltjes krijgen, zo te zien. Maar dat is ook niet erg. We hebben in ieder geval appeltjes. We hebben wat brood. Dus we komen niet om van de honger. En dat is het belangrijkste. Ah, oh, wacht. Ik snap het al. Dit is gewoon één laag dit en dan één laag dit. Ik vind het echt super awesome. Maar ik ben benieuwd of het hier nog dadelijk uiteindelijk nog een stuk hoger gaat worden. In ieder geval, dit is dus een farmpje. En wat het farmpje doet, ik weet het niet. Wat zou dit voor een soort farm zijn? Zou dit zo zijn dat je hier op een of andere manier water uit kunt laten stromen en dat het dan hier naartoe valt en vanuit daar naar die kant toe of zo? Ik zou het niet weten. Hier zo staat wel water. Ik ga nog even een verdieping hoger kijken. Ja, kijk, zie je? Hier zo. Ja, ik snap het hele systeem. Hier zo zit dus water in en dit water, dat gaat dus hier overheen dan. En dan komt dat hier naar onder en dan gaat het zo elke keer een verdieping omlaag. Zit er nog een verdieping op? Nee, dus. Mag ik ook omlaag? Ja, ik mag omlaag. Jee. Ik was al aan het denken, mag ik niet meer omlaag? Zo, zo, zo. Nog eentje. En dan zijn we waarschijnlijk op de begane grond. Oké. Oh, ik vind het wel echt oprecht een heel tof systeem gemaakt. Oké, we gaan even kijken op een ander eiland, joh. Dat is altijd leuk om even eilandjes te gaan bekijken. Daar hebben jullie ook een enig idee wat sommige mensen al allemaal hebben gebouwd. Ik mag hier dan niet uit. Nee, flying. Potverdorie. Ik mag niet uit het eiland. Oké, we gaan door naar het volgende eiland. We gaan gewoon even kijken. Het eilandje van Maxime. Oh, daar mag ik natuurlijk ook niet uit. Oei. Iedereen heeft hier alle deurtjes op slot zitten. Dus ik kan hier gewoon nergens naartoe. Een beetje jammer dit. We gaan door naar het volgende eiland. Stefan. Wat heeft Stefan allemaal? Ja, ik weet dat het een troep is. Dit komt door Leesbord Tunnel. Omsmelten andere dingen. Leesbordtunnel. Is dit een bordje tunnel? Bij genoeg materiaal komt hier een farm. Nieuw huis, Cobblemine 2.0. Hierboven zit ook een visfarm. Jungle logs zijn ook altijd welkom, net zoals zand en glas. Zou u willen doneren voor het project, kunt u dat hier droppen. Ik doneer jou gewoon één cobblestone. Wat ben ik lief vandaag. Hierboven zit dus ook al iets. Oh, ik vind het wel vet dat ik op dit eiland gewoon compleet kan rondlopen. We gaan gewoon eens even kijken wat hier allemaal te vinden is. Vast en zeker hele toffe gave dingen. Oh, dit is dus een visfarmpje, denk ik. En waarom staan deze dingen hier dan? Wat is dit dan? Hé?
Een beetje mysterieuze dingetjes wat hij hier aan het bouwen is. Ik weet ook niet precies wat het allemaal is wat hij aan het bouwen is. We gaan weer mooi omlaag. Nou, let's go. En we gaan verder kijken. Even kijken hoor. Wat komen we nog meer tegen? Ja, helemaal niks hier dus. Oké, nou, dan hebben we dit eilandje ook weer gezien. We gaan door naar het volgende eiland. Slash is a visit. Even kijken, wat hebben we hier nog meer? Wie heeft er nog meer veel gebouwd? We gaan naar het eilandje van Samantha. Want Samantha is ook al enorm ver. In ieder geval, eens even kijken wat Samantha. Oh, de deur staan open. Mooi. Nou, een lift hier in ieder geval. Zo. Oké, die zijn hier dus ook al aan het bouwen. Oh ja, dit is wel heel slim om gewoon één zo'n ding neer te zetten. Dan weet ook iedereen waar de lift is, om zo'n beacon neer te zetten. Ik meende dat hier ook nog ergens een lift was, maar ik moet even kijken hoe ik daar weer uitkom. Even kijken. Ja, hier zo. En dan zo. Dan gaan we even naar onder toe. En dan zijn we helemaal onder aangekomen. En dan hebben we hier een heel gaaf kasteeltje. GEC met hele gave blokken trouwens. Ik weet ook niet uit mijn hoofd hoe die blokken heten. Oh ja, ik vind dit echt een hele gave lift, hè. Dit ziet zo gaaf uit, deze lift. Echt super tof gedaan. En wat is dit? Kipje. Kipje? Een kip? Ik snap deze niet. Hier staat kipje, maar ik zie geen kip hoor. Het zou misschien wel aan mij liggen, maar eens even kijken. Wat hebben ze hier nog meer? Ja, hier zo zijn wel kippen. En wat hebben ze daar nog meer? Oh ja, ik kan er niet inzoomen. Even kijken. Een potato farm. Ah, nou ja, in ieder geval van alles en nog wat. Nou, we gaan even door verder kijken. Visit. Even kijken. En we gaan door naar het eilandje van Daan. Eens even kijken wat Daan allemaal heeft gemaakt. Of mag ik hier ook niet uit? Oh nee, ik mag hier ook al niet uit het eiland. Ze zijn wel echt super slim allemaal. Dan gaan we door naar het volgende eiland. En dan gaan we even kijken. Dat is het eilandje van Jeff. 1.13 verplicht voor dit eiland. Lees altijd goed de bordjes. Dit is belangrijk voor je veiligheid. Bezoekersuitgang. Oh, ik mag er helemaal niet uit. Dus het is geen bezoekersuitgang. Potverdorie. Oké, we gaan gewoon door. We gaan door. Wie hebben we hier nog meer? Waarvan ik echt weet dat ze al een eilandje hebben gebouwd. Even kijken hoor. Rowena. Die heeft het eilandje wel openstaan. Ah, het ziet er op zich ook wel tof uit. Nu niet echt dat je zegt van, oh, dat is echt mega groot. Oh, hier een schapenfarmpje, wel tof. En dit vind ik ook echt super vet. Gewoon dat het mooi... dit is niet maar één steen. Het is gewoon hout, dirt, cobblestone, stone, van alles nog wat door elkaar. Ik vind het echt enorm nice. Dan gaan we door naar het volgende eiland, want hier is niet veel op te zien. Want ik was op de hele tijd het eiland van Jaro aan het zoeken. Maar ik weet niet of Jaro het eiland open heeft staan. Dus dan gaan we heel even kijken. Staat het eiland niet open, dan kan ik er helaas niet op. Nee, het eiland van Jaro is gesloten. Dus daar kunnen wij helaas niet gaan kijken. Nou ja, dan waren dit in ieder geval een beetje de eilandjes. Dan gaan we even terug naar ons eigen eiland. Even kijken. Zo. En dan ga ik heel even kijken. Hebben we nog iets van leuke Lucky Blocks die ik kan openen of zo? Ik dacht namelijk dat ik nog Lucky Blocks had. Nee, ik heb zo te zien geen Lucky Blocks meer. Oh, dat vind ik jammer, want ik had graag in deze video ook eigenlijk iets van Lucky Blocks willen openen. Was wel enorm awesome geweest als we iets van Lucky Blocks konden openen. Maar ja, ik heb ze in dit geval niet. Wie weet als ik één keer nog een video hier ga op kunnen nemen, dat ik wel even Lucky Blocks kan gaan openen. Want dat is natuurlijk wel tof om te zien. Want nu hebben jullie gewoon heel veel eilandjes gezien. En dat was het natuurlijk een beetje wat jullie dit keer hebben gezien. Maar ja, ik ga bij deze de video afronden. Ik hoop echt dat jullie hebben genoten van deze video. Nou ja, ik wil Martje heel erg bedanken voor de kans om één keer op haar kanaal te mogen uploaden. En dan zou ik zeggen, voor nu allemaal heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En wie weet check ik jullie nog wel één keer bij je video op Martje haar kanaal. Of misschien ook wel op mijn kanaal. Ik zou zeggen, nogmaals bedankt voor het kijken. En wie weet, tot een volgende keer. Vond je deze video nou leuk om te kijken? Laat even een like achter. Abonneer even, druk gelijk dat belletje even aan en kijk ook even op mijn social media. Voor de rest zie je hier emblems om mij heen en daar kun je op klikken en dat betekent dat je naar een andere video van mij gaat.